Wij laten vandaag op de bouwbeurs de CAS Connect dakventilator zien. Dat zie je hier. Dat is de CAS 3.2 Connect. Die is geconnect met de cloud. Dat betekent dat je met deze dakventilator gegevens naar de cloud stuurt. Dat betekent ook dat je met één man in bedrijf kan stellen. Dat is een groot voordeel van de Connect. En daarnaast stuurt hij ook storingsmeldingen door naar de installateur, zodat hij op tijd, als er een storing is, weet dat er iets aan de hand is. En dat is het grote voordeel van de CAS Connect dakventilator. En wij laten dat hier zien met de CAS Optima klep. Dat is een vraaggestuurde ventilatie. Dat gebruiken we in hoogbouwsituaties, waar centraal geventileerd met een dakventilator met onderdruk. En met deze kleppen kunnen wij op CO2 regelen in de woning, dus op CO2 niveau. Dat doen we met een CO2 sensor die draadloos communiceert met de klep. We hebben een klep in principe voor in de keuken. Die regelt op CO2, dus via de CO2-sensor, maar er zit ook een RV-sensor in. En die gebruiken we met name in de badkamer, dus dat is zeg maar het tweede ventiel wat we daar gebruiken. En daar regelen we op vocht, dat is deze klep. Dat is in principe dezelfde klep, ziet er hetzelfde uit. We laten hier nog een noviteit zien. Achter deze klep zit een brandklep. Dat is verplicht in de renovatie om een brandklep toe te passen, een brandscheiding. En die, omdat deze klep netjes op de muur wordt weggewerkt, heeft Firenzo hier een adapter voor ontwikkeld. Zodat de brandklep zeg maar netjes weggewerkt kan worden en weinig ruimte inneemt. En dat gaat om deze montageplaat van Firenzo, waar daarna de brandklep erin kan. En dan kun je dus labelstappen maken in de hoogbouw, in de bestaande woningbouw. We staan hier bij de Smart Up. Onze nieuwste generatie elektrische boilers. Dit toestel is ons eerste elektrische boiler gemaakt van roestvrij staal. Net zoals al onze warmtepompvaten die we al jaren doen. Deze roestvrij stalen boiler wordt gemaakt op de meest duurzame productielijn ter wereld. Daar zijn we ook erg trots op. Deze boiler is in de lijn van onze slimme boilers, dus ook een smart boiler. De Smart Up komt met een app. Hè, en door de app kun je extra energie besparen. Dus de slimme regeltechniek van de boiler die al is ingebouwd, hè, heb je een besparing van al 10%. En door de gebruiker een app te geven, kan hij met deze app extra energiebesparing, dus extra invloed op zijn product uitoefenen. Op de Smart Up. Dit begint met energiebesparen door ook te monitoren wat hij doet. Dus hij kan dat beïnvloeden. En hij kan besparingen zien die hij gedaan heeft ten opzichte van de voorliggende periode. Door instellingen te doen voor het product, dus op smart control te zetten. Maar hij kan ook zijn afwezigheid beïnvloeden. Dus tijdens vakanties kun je het toestel uitschakelen. Hè, en uitgeschakeld bespaar je natuurlijk meer energie. Vervolgens kan je ook nog zien hoeveel energie er in de boiler zit. Lees hoeveel tapwater. En als je dus hem op een besparingsmodus heeft staan en hij wil extra water gebruiken, dan kan je door een eenvoudige boost op de app de boiler aan, maar ook weer uitzetten. Nou, al deze features zorgen dus voor een energiebesparing van 12% ten opzichte van onze traditionele boilers. En het mooiste is dat die nog gunstiger geprijsd is ten opzichte van de traditionele boiler. Nou, dit jaar hebben we heel veel aandacht voor ons gouden duo voor de verduurzaming, namelijk Vincent en Amber. De grote uitdaging voor de Nederlandse bouw is natuurlijk de verduurzaming van de miljoenen bestaande woningen. En wij denken dat we daar met Vincent en Amber een hele mooie oplossing voor hebben. Om te beginnen met Vincent, vorig jaar gelanceerd. Binnenopgestelde monoblok warmtepomp, dus zonder buitendeel. Zeer geschikt voor de compacte Nederlandse rijtjeswoningen, waar vaak een buitendeel een probleem is om in te passen. Wat uniek is aan Vincent is zijn compacte formaat, dat we daar toch 4,5 kilowatt uit kunnen halen. En ja, op die compacte rijtjeswoningen is natuurlijk ook die zolder niet zo groot, dus inpassen is altijd een uitdaging. We hebben hem afgelopen jaar gecontroleerd naar de markt gebracht en vanaf deze zomer is die breed verkrijgbaar bij de groothandel. Naast Vincent hebben we dit jaar een Amber geïntroduceerd.
Ook een monoblok, maar dan met een buitendeel. Binnen alleen een elektronische regelmodule. Met een mooie touchscreen. Buiten een buitendeel, maar wel een fraai vormgegeven buitendeel. Wat zeer stil is. Wat voor beide geldt, het zijn allebei monoblok warmtepompen. Dus makkelijk te installeren en geen F-gas certificeringen nodig. Ze hebben allebei R92, ofwel propaan als koude middel. Ontzettend milieuvriendelijk en dus nu al voorbereid op de wetgeving die in 2027 gaat komen. Ze werken allebei samen met elke cv-ketel. Allebei zowel hybride toe te passen als all-electric in combinatie met onze uitgebreide range aan voorraadvaten, zowel staande vaten, dus een torenvat, een torenopstelling voor Vincent. Tegenwoordig hebben we ook liggende vaten. Je kan ze ophangen, er is altijd een plek te vinden in die vaak compacte Nederlandse woningen. En tot slot voor allebei geldt vanaf de zomer breed verkrijgbaar bij de groothandel.